vragen stellen. Nee. Ja, je roept het al, Feyenoord. Dat is het enige wat telt, hè, vandaag. Op dit moment wel. En moederdag natuurlijk niet te vergeten. Hè? Maar ja, als je lieve moeder hebt die van Feyenoord is, dan is dit het mooiste cadeau, denk ik, toch? Ja, dat is een perfect cadeau. En hoe heb jij de afgelopen 2 uur beleefd? Het was zeer spannend. We hebben behoorlijk nagesmakt eerder gezegd. En het mooiste wat er is. Dus wat mij betreft is mijn dag eigenlijk geslaagd. Ja, want je ziet mensen van 15 jaar met tranen in de ogen, mensen van 75. Hoe was het met jouw gemoedstoestand? Maar mij was het precies hetzelfde. Alleen ik heb wel zoiets een besef van, weet je, het gaat nu gebeuren en het moet ook gebeuren. Dat had ik eigenlijk vorige week ook al gedacht. Maar helaas, in deze week ja, kunnen we lekker van genieten. Maar kampioen worden in je eigen stadion, dat is toch het mooiste wat er is? Ja, dat besefte ik vorige week niet, maar deze week weer wel. Dus het mooiste ook wat er is eigenlijk. Dus ik ben lekker happy. Iedereen had natuurlijk wel veel spanning in aanloop naar die wedstrijd. En als dan binnen 2 minuten Dirk Kuyt die bal dus zo ontiegelijk mooi inschiet, wat gebeurt er dan met jullie? Nou, dan kan ik je een grapje vertellen. Ik heb hem niet gezien. Ik wel. Je bent niet de eerste. Nou, omschrijf jij het eens dan. Kippenvel, vanaf het puntje van je kleine teen tot aan je kruin. In 1 woord gewoon omschreven. Heb jij mensen om je heen zien rollen? Heb je vreemde kussen gekregen? Ja, absoluut. Zeker, ja. Voetbal verbroedert, hè. Dus... Wat gaan we nu doen? Ja, nu gewoon volgend jaar weer kampioen worden natuurlijk. Wat dat is de allerbelangrijkste weer. Gewoon doorzetten, door voetballen en Feyenoord mentaliteit. Gewoon doorgaan. Dat is volgend seizoen. Hoe gaan de komende uren eruit zien? Heel feestelijk natuurlijk. Zonnetje schijnt, iedereen is blij. Dus ja. Ik zou zeggen, geniet ervan. Zal ik zeker doen, dankjewel. Fijne dag. Hebben we hem!